Welkom bij 42 Actueel met deze week de volgende onderwerpen. Het college van BMW van de gemeente Drummelen heeft een principebesluit genomen om in de buitenhaven van Lage Zwaluwe tijdelijk vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De komende weken gaat de gemeente in gesprek met de omgeving. Ook de gemeenteraad gaat hier begin november zijn mening over geven. De Oekraïnse vluchtelingen worden van medio november tot 2 april opgevangen op een schip dat ruimte biedt aan maximaal 144 personen. Het schip wordt afgemeerd in de buitenhaven van Lage Zwaluwe. Burgemeester De Kok geeft aan dat er in Drummelen geen andere opvangmogelijkheden zijn. Dit schip biedt een oplossing voor de korte termijn, legt hij uit. De haven van Lage Zwaluwe is de enige in onze gemeente waar op dit moment een schip van deze omvang kan liggen. Ook zijn er in Lage Zwaluwe goede voorzieningen, zoals onderwijs, een grote supermarkt, openbaar vervoer en welzijns- en zorgorganisaties. Het college van BMW begrijpt goed dat dit iets vraagt van de inwoners en maatschappelijke organisaties. De gemeente zorgt voor een informatiepunt waar mensen met vragen terecht kunnen. U kunt u daar ook melden met ideeën, hulp en initiatieven. Het principebesluit zorgde in Hoge Zwaluwe voor veel reacties. Eén dag na het persmoment, tijdens de informatieavond in Lage Zwaluwe, zijn door omwonenden vragen gesteld of de keuze van de afmeerplaats van het schip voor opvang van de vluchtelingen wel een juiste was. Er werd bijvoorbeeld gevraagd waarom men niet het steiger gebruikt aan de rivieroever. In Dagblad De Stem lazen we dat de gemeente en de plaatselijke ondernemer hier nu ook hun gedachten over laten gaan. Uiteindelijk neemt de raad het besluit of het cruise ship Johan Strauss daadwerkelijk ook daar afgemeerd gaat worden. Met het vaststellen van het bestemmingsplan Kloosterstraat 22 te Made heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de ontwikkelingen van nieuwe woningen in het hart van Made. De locatie van het voormalige winkelpand Rijn Huibrechts met enkele aangrenzende woningen kan nu worden getransformeerd naar een woonappartementencomplex met zorg. Op de locatie komen 51 huurzorgappartementen voor senioren met een zorgindicatie. Wethouder Lieke Schuitmaker spreekt van een unieke woonlocatie voor senioren. Men woont hier in de nabijheid van het centrum van Made met al zijn voorzieningen op loopafstand. Met de bouw van deze woningen is ook weer doorstroming mogelijk op de woningmarkt. Ouderen die graag in hun eigen dorp willen blijven wonen, kunnen hier straks terecht. In hun woningen kan de volgende generatie weer gaan wonen. Komend jaar wordt gestart met de bouw van het appartementencomplex. Zowel de locatie van Albert Heijn in Made als restaurant Onze Kerk in Hoge Zwaluwe hebben bezoek gehad van een aantal mystery guests. De bedrijven werden door de geheime bezoekers op vooraf onbekende tijden bezocht. Na afloop beoordeelden de gasten hun ervaringen via een vragenlijst waarin verschillende punten aan bod kwamen. Op 14 oktober gingen de bezoekers en de bedrijven met elkaar in gesprek. Daar waren ook externe deskundigen en leden van het projectteam bij aanwezig. Op beide locaties stonden de ondernemers open voor de feedback en zetten zij zich in om hun winkel, hun restaurant, zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle bezoekers. Dit doen zij door aandacht te hebben voor elkaar, hulp te bieden en het doen van aanpassingen waar mogelijk. Ook gaven zowel de ondernemers als de ervaringsdeskundigen aan dat het gevoel van welkom zijn enorm belangrijk is. Dat was dik op orde op de bezochte locaties. Op zaterdagavond 29 oktober om 19:30 organiseert het Maders Mannenkoor een mannenkorenavond in de kapelzaal van de Maaiboom in Made. Onder leiding van Peter Lichtart gaat het koor voor u zingen en hoopt men dat het een gezellige avond wordt. Het bekende Vilja-lied van Frans Lehar, Casta Diva en The Amazing Grace zijn liederen die men voor u gaat zingen. Zangeres Annette Legno en vijfpersoonsformatie,
De chanting lads zullen op die avond ook van zich laten horen. De entree is gratis. U bent van harte welkom. Na afloop is in de Maiboom gelegenheid om nog wat na te kletsen en nog wat te drinken. Het koor zoekt ook nog zangers ter versterking van hun groep. Elke maandagavond is repetitie in de Maiboom vanaf 7:30. Meld je aan en wandel mee. Een gids van platform Kiemkracht Drimmelen neemt je mee op een nachtwandeling langs een aantal kortdurende activiteiten. Laat het donker, donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de nacht van de nacht. De wandeling is op 29 oktober voor kinderen en volwassenen en gaat ook door als het regent. Er wordt gewandeld in kleine groepjes onder begeleiding van een gids. Vanaf 6:30 vertrekt iedere 15 minuten een groepje. Men vertrekt vanaf de Biesbosweg 4 in Drimmelen. Je hoort verhalen over onder andere over sterren en planeten, lichtvervuiling, hoe navigeert een boot in het donker, vleermuizen en je ontdekt welke nachtvlinders er vliegen. Aan het einde van de wandeling kan je je eigen Halloween-pompoen maken die je mee naar huis mag nemen. Voor deze activiteit is vooraf inschrijven noodzakelijk. De gemeente heeft het plan opgepakt om het woonwagenkampje aan de Steelhovense dijk in Maden uit te breiden, zodat er woonruimte ontstaat voor 6 extra woonwagens. Het is landelijk zo geregeld dat gemeenten de woonwagencultuur moeten beschermen. Dat betekent dat ook Drimmelen op haar grondgebied moet zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen. De gemeenteraad gaat dan ook akkoord met het voorstel om het kamp uit te breiden. Wethouder Lieke Schuitmaker wil geen nieuwe woonruimte creëren op plaatsen die niet gezond zijn voor mensen. Zij laat dat grondig onderzoeken. De gemeente maakt de grond bouwrijp en legt de riolering en nutsvoorzieningen aan. Wooncoöperatie Woonvizier gaat zorgen voor de nieuw te bouwen woonwagens. Die zullen worden verhuurd aan familieleden van de huidige bewoners van het kamp. Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast en ook de provincie moet voor dit plan nog definitief toestemming geven. Het duurt dus nog even. Op zondag 18 december organiseert Harmonie Sint Cecilia in Maden een speciaal concert voor echtparen in de gemeente Maden die dit jaar hun 50 of 60 jaar huwelijk vieren. Heeft u interesse om dit jubileumconcert bij te wonen en even wat speciale aandacht aan uw huwelijksjubileum te geven en te krijgen? Stuur dan een bericht met uw gegevens naar de Harmonie. Dit was dan weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. We zien u graag weer volgende week. Volgt u ook ons ook op social media van Omroep Drimmelen?